hallo, goedemiddag. Er werd mij gevraagd hoe ik aankijk tegen Do It Again van Steely Dan, theoretisch gezien. Nou, we gaan eens even luisteren. Even kijken, ik zet het nummer aan. En dat begint natuurlijk met een soort van bossa nova-achtig drumslagje. Een soort percussie dingetje erbij. En dan begint de toetsen. Komt je aan. Oké, dus we hebben een soort bossa nova-achtig drumbeatje nodig. Even zien. Hopsa. Bossa nova-achtig drumslagje. Dan zijn de noten, het introotje, zijn C, D, F, G. C, D, F, G. Op de gitaar is dat... Als je dat mee wil spelen. C, D, F, G. En dan een G mineur 7 akkoord. Nou, als je goed luistert, dan hoor je dus direct al dat G mineur 7 akkoord. Dat doet hij de hele tijd in het intro en de hele tijd in het couplet. Dan is het mooi als jij als solist ook die 7 meeneemt. En niet in één keer bijvoorbeeld met een majeur 7 aankomt. Klinkt heel anders. Oké. Dus wat zou ik doen? Als de rest van de muzikanten dus minder noten spelen, kan ik als solist meer dingen doen. Dus ik zou tegen de rest van de band zeggen, jongens, aan het begin van het nummer, speel in plaats van een mineur 7, speel gewoon een G mineur. Want dan heb ik zelf de keus. Met die 7 doe. Dat is die 7. Maar ook een majeur 7. En weer terug naar een gewone 7. Zie je, dan kan ik met die 7 spelen. Ik zou tijdens het begin van het nummer en tijdens bijvoorbeeld de solo, als ik als solist er overheen moet soleren, dus ook aan de bassist vragen om niet te druk te spelen, niet te veel informatie te geven. Als ik als bassist die G speel en dan speel ik een dies erbij. Dan ben ik eigenlijk al verplicht als solist zijnde om die dies ook mee te nemen. Maar ik kan niet eventjes dan
daar een E spelen. Want dan kom ik in conflict met de bassist. He, of de pianist. Of. Dus als de andere muzikant een mooi solo speelt, speel minder informatie. Bijvoorbeeld. Dan kan ik als solist daar namelijk veel creatiever mee omgaan. Pak ik eerst die 7 erbij. Dus ik zit gewoon in geen mineur tolo. Dus niet te veel informatie opeisen, kan ik als solist in plaats van een dies bijvoorbeeld ook een keer een E spelen. En dan heet het Doris. Dat is een mineurladder met de 1, 2, 3, 4, 5, 6e noot, die dies, een half verhoogd naar E. Zodra ze dan verder gaan met het volgende stukje. C mineur satin. D mineur satin. S majeur 7. D mineur satin. En weer in G mineur 7. Ja, dan hoor je toch wel heel duidelijk dat het gewoon in G mineur zit. Van de kloppende akkoorden ook, hè. Als je in G mineur speelt, dan is het eerste akkoord natuurlijk een mineur satin. Vierde akkoord. Mineur septiem. Vijfde akkoord, mineur septiem. Het volgende akkoord, vanaf G mineur gezien, is een S majeur 7. En dan kun je het eigenlijk dus als solist ook niet meer omheen, dat het gewoon in G mineur staat. Dus zolang dat het liedje nog niet zo ver op weg is, kun je er nog een beetje mee spelen. Als je dan verder bent, ook als bassist zijnde, speel dan gewoon lekker al die loopjes uit G mineur. En dat klopt het precies. G mineur is feitelijk gezien gewoon een soort bes majeur toonladder. Dus alle noten van de bes majeur die kunnen er overheen. Eens even kijken. Thank you.
ga het ook met de band afspreken, hè. Maar jongens, voordat het liedje begint, speel ik eerst een soort stuk in Doris. Dan kan de bassist die noot ook meenemen. Die kan ook dan die E spelen in plaats van die D's. Cursisten die kunnen van mij de hele backing track krijgen. App me even, stuur me een berichtje en dan stuur ik hem weer toe. Veel plezier jongens!